Fysieke klachten. Pijn. Klachten die vaak al jaren aanwezig zijn. Moe. Nooit uitgerust. En na verschillende bezoeken aan een arts en medicatie blijft een oplossing uit. Er was ook één fysio en die kon er niet echt geloven wat de pijn ik had. Dus die had toen gezegd, zit er niet tussen je oren. Ik heb pijn, ja. Je wordt afgewezen. Onbegrepen lichamelijke klachten, die worden veroorzaakt door verdrongen emoties die belangrijk zijn voor die persoon. En de kunst is natuurlijk om bij die persoon die verdrongen emoties te vinden. Zo'n gebied heeft altijd wat te zeggen. Maar dat kan alleen maar als jij het wil ontvangen. Stressgedachten zorgen voor spanning in het lijf en uiteindelijk voor fysieke klachten. In ene is een angst die zo'n rol speelt weg. En de storing die dus van die verdrongen emotie naar het lichaam ging, daar is geen reden meer voor. Die verdwijnt. Dat betekent dus dat de klacht verdwijnt. Hey, onderrug, daar heb ik op dit moment niets van last van. Nou, eigenlijk niet. Nee. Het verschil zoals ik me nu voel in tegenstelling tot hoe ik me vanochtend voelde, is een verschil van dag en nacht. Mega groot. Zo groot. Niet aan te duiden hoe groot.